Waar betaal jij je levensstijl van? Are you serious asking me this question? Ik, ja. En ik moet nog wel de waarheid spreken, want ik zit in het biechthok. Biecht. Nou, ik heb gewoon sugar daddies. Daar zijn we dan, in het biechthok. Wil je dat ik je Arina noem of Bella? Noem maar Bella, schat. Bella. Ja. Bella, heb je veel te zeggen hier, denk je? Heb je veel te biechten? Ik hoop het niet. We shall see. Zal ik gewoon beginnen met een van de eerste, want we doen het allemaal vanuit de zondes. Dus ik heb hier kaartjes hangen met vragen, heb ik zelf ook niet gezien. Dus het wordt voor ons allebei een surprise. Maar ik heb ijdelheid, luiheid, lust, jaloezie en woede. Prima. Heb je een voorkeur? Doe maar... lust. Going right there! We gaan ervoor. I like it. Glitterkaartjes ook, mooi. In al je video's laat je er geen gras over groeien. Je wilt rijden op iemands kokkie en je bent op die dirty dingen. Althans, dat zeg je zelf. In je Q&A vertel je dat als je nog maar een dag te leven hebt, dat je met alle soorten en maten lullen zou gangbangen. Hieruit concluderen we dus dat seks een belangrijke rol speelt in jouw leven. Dat was de intro. Oh. Met hoeveel mannen heb je tot nu toe het bed gedeeld? Ik kan ze op één hand tellen. Grapje. Twee. Met twee, ja? Nee. Ik kan ze op twee handen tellen. Oh, oké. Ja. Oké, dus meer dan vijf. Meer dan vijf, ja. Zijn het er zes? Zijn er denk ik acht. Met acht mannen. Ik had eigenlijk een hoger getal verwacht. Ja, meerdere mensen denk ik hoor. Ja, omdat je er toch best wel veel over praat. Maar wat is het raarste wat je ooit hebt meegemaakt tussen de lakens? Tussen de lakens. Een trio, denk ik. Met twee mannen, twee vrouwen. Wat was de constructie? Nee, een man en een vrouw. Een man en een vrouw? Ja. En hoe was dat? Raar. Niet voor herhaling vatbaar? Nee. Sorry. Het is oké. Ik heb graag dat je eerlijk bent. Okay. Dus dat vind ik fijn. En met welke BN'er zou jij wel eens het bed willen delen? Boef. Ja? Ja. Dus boef, als je dit zit en je hebt interesse. Prima. Connect me. Dus, boef. Ik vind het fantastisch. Schat, ik krijg het heet van je. Lieverd, wij ook van jou. Okay, wij ook van jou. We gaan naar woede. Je hebt een diss-track gemaakt voor Deli Cavelli, genaamd Een man die geen man kan zijn. En die track suggereert dat jij seks met hem hebt gehad, maar dat is nooit echt gebeurd. Nee. Toch? Dit was op zich best wel een heftige, bijna wraakactie naar hem. Dus vandaar dat hij onder woede staat. Vind je dat die video achteraf te ver gaat? Ik vind niet dat de video uiteindelijk te ver gaat. Waarom? Het moest zo gebeuren en het is zo gebeurd. En naar mijn mening heeft hij er zelf ook om gevraagd. En ja, ik ben nu gewoon cool met hem, dus er is niks meer aan de hand. Maar ik zou het zeker niet terug hebben gedraaid. Nee. Nee? Nee. Op zich is het ook wel het nummer geweest wat jou het internet op heeft geschoten. Ja. Dus wat dat betreft. Hey, op zich heb je best wel veel dat mensen je ook op straat en zo lastig vallen. Reageer je daar zelf dan ook met woede naartoe of hoe reageer je daarop? Ja, op straat reageer ik wel meestal met woede, want ik ben gewoon het type persoon, ik kan me niet laten uitschelden of zo. Maar op internet denk ik zo van jullie doen maar lekker, jullie praten maar lekker. Maar als je me op straat aanspreekt, kan je zeker een reactie verwachten. Heb je dan nooit het gevoel dat je je laat kennen? Dat je erop reageert? Jawel, ik heb wel het gevoel dat ik me laat kennen, maar I just don't care. Nou, good. We gaan naar jaloezie. Ik hoorde een oh. Waarom word je daar nerveus van? Ik kan best wel jaloers zijn af en toe. Ja? Ja. Yeah. I like. Je begon een jaar geleden met het maken van videoclips en vlogs over je leven. En dit leverde je tienduizenden views op. Maar je kreeg ook heel veel haatreacties. En inmiddels kan je dus, hadden we net al besproken, bijna niet meer over straat. Ben je jaloers op mensen die onbekend zijn en gewoon een normaal leven kunnen leiden? Nee, ik ben niet jaloers op mensen die een normaal leven kunnen leiden. Ik heb hier zelf voor gekozen. Natuurlijk is het soms wel vervelend en je denkt van ja, oh, het is zo vermoeiend af en toe. Maar ik heb hiervoor gekozen en ik zal hier achter staan en ik zou het echt voor geen goud willen terugdraaien. Statement. Yes.
Hey, en je zit natuurlijk op YouTube. Mm-hmm. Bent ook een beetje een YouTuber, vlogger en zo. Met welke YouTuber zou jij wel eens willen ruilen? Wat voor succes ben jij jaloers op? Ik denk met Fonneke. Ja? Of Selma, ja. Waarom? Wat doen zij dat je denkt, dat wil ik? Ik vind dat Selma het gewoon goed doet en ik vind haar gewoon een topmeid. En hetzelfde geldt voor Fonneke. Ze is gewoon grappig en ze trekt gewoon goed publiek aan. En ja, ze heeft gewoon de dingen op orde. Word je ook wel eens jaloers op het feit dat andere mensen minder haatreacties krijgen? Of dat het bij hun meer positief is dan bij jou? Nee, dat niet. Ik gun iedereen gewoon views en ja, dat is het. Ik gun iedereen gewoon zijn ding. Je gunt iedereen? Ja. Kijk. IJdelheid. Ik denk dat we hier ook nog wel wat uit kunnen krijgen. Je bent er open over dat je make-up draagt. Je make-up zit vandaag, moet ik zelf zeggen, ook behoorlijk on fleek. Dankjewel. En daarnaast zamel je geld in, via crowdfunding, voor een bilvergroting. Yes. Mm-hmm. Je zegt dat als je geen groot achterwerk hebt, dat je dan niet meer meetelt en dat je wilt blijven meetellen. Maar omdat je volgers allemaal te gierig zijn om een euro te doneren, loop je nog steeds met een platte sanka. Mm-hmm. Als je al het geld op de wereld had, wat zou je dan allemaal aan je lichaam veranderen? Ik zou mijn billen doen, mijn lippen doen. Ik zou deze dingetjes hier weghalen. Nou, schat, echt genoeg. Welke dingetjes? Deze. Oh. Ik wil niet fronsen. Oh, geen frons? Nee, moet echt strak staan, allemaal. Geen emoties? Nee, gewoon zo. Iemand is dood en jouw hoofd is? Ja, een pop. Je hebt 1 miljoen euro en je hoofd is? En mijn hoofd is een pop. Gewoon een pop. Ja. Het doel is een pop? Een pop, ja. Goed. Hoe lang doe je er nu over om je klaar te maken? Ik denk wel dat ik een half uurtje, 3 kwartier bezig ben met alles. Ja, ja? Zeker wel. Ja. Geen niet uit huis gaan zonder make-up voor jou? Moeilijk. Het liefst niet eigenlijk. Maar als ik snel een boodschapje moet doen, dan echt met tegenzin, maar het liefst niet. Nee. Dus behoorlijk ijdel. Ja. Je zou jezelf ijdel noemen. Ja. Hey, we zijn aangekomen bij de laatste, bij luiheid. Dun, dun, dun. Je gaat best wel goed, toch? Ja, dit gaat nog. Ik wel, ja. Je hebt boef om dingen gevraagd, maar verder gaat het goed. Je haat werk, je haat school en in je vlogs zien we voornamelijk dat je uitgaat, drinkt, jointjes rookt en fastfood eet. En dat dagen achter elkaar. Je spreekt in je vlog kinderen aan en zegt: alle kinderen niet naar school gaan, gewoon hoer worden. Waar betaal jij je levensstijl van? Are you serious asking me this question? Ik, ja. En ik moet nog wel de waarheid spreken, want ik zit in het biechthok. Biecht. Nou, ik heb gewoon sugar daddies. Ah! Oké, okay, maar meervoud, daddies. Daddies, ja. Okay, eentje maar is niet genoeg hoor, schat. Oké, okay, maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat? Hoe vind jij die mannen? Hoe vind ik die mannen? Meestal komen ze naar mij toe en dan weet ik ze helemaal leeg te plukken. Oké, maar wat moet je daarvoor terug doen? Dat is ook een kunst, niks. Niks? Nee. Hoef je niet met ze te zijn of zo? Nee. Gewoon uit eten of gewoon ditjes en datjes, maar niet te gek hoor. Niet te gek? Niet zo dat ik mijn lichaam verkoop voor geld. Nee, absoluut niet. Zou je dat ook nooit doen? Zou je niet het voor geld? Nee. Gewoon in natura een Gucci tas fixen? Nee, dat zit er niet in, schat. Je houdt het gewoon bij sugar daddies. Het zal werken wanneer je naar de pinautomaat moet lopen en het geld eraf moet halen. Dat vind ik al werken. Shit. Ik wil gewoon hierbij afsluiten. Met sugar daddies. Woo. Dit is mooi. I love it. We hebben eindelijk antwoord op de vraag. Bella? Ja, schat. Je hebt het overleefd met volle glorie. Hey yo, wat je net hebt gezien is een video van Club Hup. En als je nou nog een video wil zien, kan ik me voorstellen, dan hoef je alleen maar hierop te klikken. Wil je abonneren en alle video's zien, dat is best wel veel, dan kan met de abonneerknop. Dan moet je dat doen. Dat is jouw leven. Je moet zelf weten.